Het begin van het voorjaar is voor de bijen in Nederland het begin van schoonmaken van het broednest en de eerste stuifmeel gaan verzamelen. Maar ja, die moeten ze dan natuurlijk wel kunnen vinden. Ik sta naast de Viburnum tinus, kennen we natuurlijk allemaal wel. Maar wat is het mooie voordeel daarvan? Die bloeit eigenlijk de hele winter door tot het einde van het voorjaar. En daarom zie je ook de eerste bijen op dit soort planten afkomen. Dus als jij nog met je tuin aan de slag gaat, denk na over de bijen, vogels, vlinders, maar dus ook over bloeispreiding. Dit is een Viburnum dus die in de winter bloeit. Er zijn nog meer Viburnum soorten die dat doen, maar er zijn natuurlijk ook andere planten. Dit bijvoorbeeld is de Cornus mas, de gele cornoelie. Bijzonder is dat die bloeit voordat het blad eraan komt. Dit wordt metertje of 5, 6 hoog en dan moet je niet te veel verschrikken, hè? Want dat kan prima aangeknipt en gezaagd worden om hem een beetje compact te houden. Nou, dan moet ik wel eerlijk zijn, dit is nou niet een plant die ik in een kleine tuin zou zetten. Niet dat hij er niet past, maar het zomerbeeld van deze cornoelie is dat je niet zegt van, goh, dan heb jij nou een mooie plant in je tuin. Maar in het voorjaar en 's winters is het wel een plaatje. Dus als jij een wat grotere tuin hebt, je hebt de ruimte, dan mag hij eigenlijk niet ontbreken. Want het is, als hij bloeit, nogmaals een blikvanger en je doet het voor de bijen goed en eigenlijk voor het hele ecosysteem. Dus heb je de ruimte, Cornus mas, doen!